Hoe is de stemming, jongens? Ja. Nou, ik voel me lullig over vorige week dat ik zo afsloot met jou een beetje te kakken te zetten dat je zo langzaam praat. Het is toch helemaal niet zo? Ja. Oké, maar ik heb wel iets meegenomen, een koekje en een beetje lasagne, want daarmee kan je alles goed maken. Iedere keer zijn we erin geslaagd met een koekje en een beetje lasagne om het weer goed te maken. Nou ja, dan is het weer goed. Rondje 4. De West heeft een fantastische club mensen. Wow, en no. Verkiezingen moeten nog komen. Partijen praten dan niet graag over formeren, hè, met wie ze gaan na de verkiezingen. Hoe zit dat nou? Dit is de plek waar het straks allemaal gaat gebeuren. Zie je die drie ramen daar waar Zeker. De gordijnen nu dicht zijn? Ja. Daar na gaan ze dan zitten. Maart. Rutte zei dan, ik ga er niks over zeggen. Daar gaat de kiezer over. Ik, echt jongens, let op. Vind ik hoor. Laten we eerst de verkiezingen doen. Maar er is best wel veel gebeurd. Dus we weten dat hij niet met Forum voor Democratie wil. Onder Mark Rutte en de VVD is dat niet mogelijk. Nee, dat gaat niet gebeuren. We weten ook dat hij weer niet met de PVV wil. PVV ook nog steeds niet. Dat is toch wel opmerkelijk. PVV is de tweede partij van Nederland. Staat in de peilingen ook nog steeds hoog. En dan nu al zeggen, zo'n grote club, daar ga ik niet mee. Ja, soms kan je wel eens denken. Wilders, die weet natuurlijk dat hij met zijn partijprogramma zo ver bij de anderen vandaan zit. Dat het niet heel realistisch is dat hij mee gaat doen. Dus denk je soms wel eens, misschien wil hij dat ook niet echt. Vindt hij het wel fijn zo aan de zijkant. Maar het is ook een hele andere partij. Deze week zag je dat ook met Dion Graus, hoe daar dan mee omgegaan wordt. Er werd dit artikel gepubliceerd in het NRC. Dat ging over seks met beveiligers, geruzie, gesjoemel. Ja, echt een artikel waarvan je denkt dat dit allemaal kan binnen een democratische partij. Nou ja, binnen een politieke 13, partij. Best heftig worden. En dan is dit de reactie van Wilders. Ik gooi het in de kattenbak. Gaat er totaal niet op in, ook in interviews die wij met hem hebben. Ik ga daar helemaal niets over zeggen. Ik had wel het idee dat Wilders, toen hij die krant in de bak legde, dat hij even gekrapt was. Ja, hij had iets hier op zijn gezicht. Ja. Maar hoe dan ook, de man die de grootste partij zal hebben na de verkiezingen, tenminste, daar gaan de peilingen dan vanuit, kan natuurlijk nog veranderen. De VVD zal het voortouw dan hebben bij de formatie, maar dat betekent alles ter rechterzijde van de VVD wordt al weggeschoven. Dan kan je toch nog maar één kant uit in de formatiebespreking. Ja, dat is met links, maar links laat elkaar ook niet los. Want zowel de PvdA als GroenLinks zeggen, we gaan alleen regeren straks als we het samen kunnen doen. PvdA gaat niet in een kabinet zitten zonder GroenLinks of de SP. Maar dat maakt voor Rutte natuurlijk wel ingewikkeld. Ik denk dat hij, als je nu kijkt naar de peilingen, dat hij lekker naar 17 maart toe gaat, maar dat het daarna echt gewoon, en dat is dan hierboven in die onderhandelingskamer, dat het dan voor hem echt wel vervelend wordt. Had jij eigenlijk een lekkere week? Ik voelde me een klein beetje gepasseerd bij die persconferentie. De eerste coronapersconferentie voor kinderen. Met minister-president Mark Rutte, coronaminister Hugo de Jonge en de gebarentolken Corline en, je ziet er al staan, Irma. Normaal mag ik dan altijd van tevoren alles verklappen. Maar nu was ik niet gevraagd. Maar het was wel heel gaaf, hè? Ik vond het heel tof. Echt heel leuk. Wat leuk. Oh, wow. Geweldig. Leuk. Dat is bijzonder. Oh, wauw. Leuk, joh. Gaaf, hoor. Gaaf. Ik vond het ook heel leuk. Ook wel weer een campagnemomentje voor Rutte, hè? Ja, natuurlijk. En hij was nog wel ergens anders te zien, net toch? Ja, uit te horen. Hij was een uur lang bij Jort Kelder. En dat is, die heeft een radioprogramma. Zijn goede vriend. Oh ja, op NPO. Al heel lang vriendjes. Ik vond het wel merkwaardig. Dames en heren, de regering vordert de komende uren zendtijd. Zodat we het gesprek kunnen voeren. Nee, voor iemand die, nou ja, zeg maar, niet de zendtijd niet nodig heeft, vond ik dat opmerkelijk, op zijn minst. Sommige partijen die voeren trouwens wel gewoon fysiek campagne. Ja. Forum doet het, die gaat het land in. We hebben voor het eerst weer bijeenkomst. Echt die anderhalve meter te respecteren, het slaat helemaal nergens op. Best wel veel mensen staan er dan bij, hè? Ja, hey. Maar meer fysieke. Oh ja. De denkcamper. Gaat hij er ook echt in slapen? Er is zelfs een lijsttrekker. Hallo Marlijn, Sander. Bescheiden busje. En Herman. Nou, ik ben Herman. Herman. Wat slaap je hier ook in? Ja, 5 slaapplekken. Echt waar? Er zit land in. Kijk eens aan. Er is nog een bestuurder. Jullie zijn tot 17 maart samen in huishouden. Ja, wat langer dan. Want je wilde mee naar de mensen toe, hè? Ja. Dat is natuurlijk lastig in coronatijd. Hoe gaan jullie dat doen met de camper? Wij gaan ons houden aan de coronavoorschriften.
En dat betekent dat we heel kleinschalig met mensen één op één spreken. Dus wij bieden ze even een luisterend oor. En als ze nog willen, en ze hebben echt nog tijd, tot 9 uur dan, hè, kunnen ze nog even een mens erg in niet spelen hier. Ja, want om 9 uur moet de deur dicht en dan moet hij wel... is het wel ja. Dat is wel lekker. Ik ga vertrekken. Toenahan moet nog debatteren over de avondklok. Dus we kunnen niet samen weg. Succes zo. Sloop die Rutte. Verbaal dan, hè. Succes. Plezier. Daar gaan ze. Oh, ze staan ook achterop. Jo, ja. Gaan we naar Haagse Nieuwe? Ja of nee? Ja. Kom maar op. Gauwquotum. Nee. Oh, sorry. Gewoon bovenop die vrouw. Met wie dan deze week? Peter Vast. Oh, godverdomme. Ja. Zullen we de plus afdoen? Ik heb een hele armoedige plu. Voor mij zitten er gaten in. Heb je geen VVD-paraplu? Vast wel, maar dat wil je niet meer gezien worden natuurlijk. Nummer 20? 21 op de lijst. Ja. Dat is de helft van wat er in de peiling is ongeveer. Dat is een fijne plek. Ja, dat is zeker een fijne plek. Ja, daar was ik wel blij mee. En daar hoefde ik ook niet lang over na te denken. Woordvoerder geweest van de fractie. Woordvoerder geweest van minister Hennis op Defensie. Politiek assistent. Politiek assistent. Ja, politiek assistent. Ja. En ook politiek assistent van de premier. Ja, ook nog. Wat was het leukste? Oei, ja, wie ga ik ermee beledigen? Ik denk dat het voor Janine nog wel leuker was. Omdat je gewoon ook op heel veel mooie plekken komt. Mali, Afghanistan. Dat neemt iemand mij meer af. Bij een gevestigde partij zit je. Wat voor nieuwe dingen wil je brengen? Ik ben een geboren en getogen Westlander. Dus ik hoop de belangen van het Westland in ieder geval zo volledig mogelijk te kunnen behartigen. Klaas Dijkhoff, die we dan kennen als slimste mens, die zegt ja, maar jij bent wel de slimste mens. Wie is de slimste in de partij? Peter Valstar heet hij. Ja, hij zal blij met je zijn. Ja, ik denk het wel. De slimste mens van de partij, hoe kan dat? Dat appje de slimste mens, wat natuurlijk buitengewoon leuk spel is, daar won ik het in ieder geval van hem. Hij dan uiteindelijk zegt dat ik de slimste van de partij ben, dan legt hij de lat wel heel erg hoog voor mij. Wat wil je? Wil je iets uit de olie? Mijn bijnaam vroeger bij mijn vrienden was, althans, zo noemen ze hem nog steeds wel, is Paling. Ja, ik heb in een oudsher vissersdorpje gewoon, Ter Heide. Dus doe mij maar een broodje Paling. Mogen we één broodje Paling? Ja, zeker. Ja. Pas op, hij komt eraan. Zien een onschuldige. Ja, piep maar. Herman. Ja? Vind jij het goed als Marleen even op de luchtkussen speelt? Was het leuk binnen? Ja, het is leuk. Ja? Ik wil even mijn ei kwijt. Waar gaan we heen? We gaan even naar die grote gebouwen daar. Mijn gute. Ja, kijk. En hier hebben ze hard gewerkt deze week, begreep ik. Ja, er zitten allemaal juristen die hebben gewerkt aan de juridische grondslag van die avondklok. Een soort clusterfuck. Nou, dat is zeker een tegenvaller voor Rutte. We hebben nu te maken met een juridische tegenvaller. Een tegenvaller lopen we niet voor weg. Ook voor mij natuurlijk en voor ons allemaal echt een tegenvaller. Dit zijn wel echt van die grote dingen die kunnen gebeuren tijdens zo'n campagne die ineens hele grote invloed kunnen hebben. Het zag er heel slordig uit. Dus je zag na die uitspraak ook meteen dat Rutte probeerde weer de regie te krijgen. Iedereen op te roepen zich toch aan die avondklok te houden. En daarom roep ik iedereen op, al mijn mede-Nederlanders, met klem, een zeer, zeer, zeer dringend advies aan Nederland om zich aan de avondklok te houden. Doe dat alsjeblieft. In die zin blijft corona natuurlijk ook wel gewoon een risico voor Rutte tot aan 17 maart. Ja, je ziet meteen de partijen als bijvoorbeeld de feestpartijen, die weten er wel raad mee. Hoe kom je aan deze filmpjes ook? Dat is een oorworm. En dan gaat dus de kijker, u, jij, dus nog het hele bandje, de hele week, tot de volgende rondje nummer 5 last van hebben. Wat staat hiernaast eigenlijk? Ja, je hebt hiernaast nog zo'n toren. Jezus, wat een hut ook. Dat is het ministerie van Wonen. Daar was ook wel wat gedoe rondom deze week. Ik denk niet dat iedereen dat heeft meegekregen. De huren van sociale woningen mogen niet meer omhoog gaan. Dat is hier besloten deze week. En dat wilden de coalitiepartijen tot nu toe niet. Tot ineens vorige week de VVD voorstemde. De motie is aangenomen. Toen dachten de andere coalitiepartijen, D66, ChristenUnie en het CDA, wat krijgen we nou? Wij wilden dit al de hele tijd. VVD hield het tegen. En nu ineens stemmen ze voor. Dus hebben ze iets op bedacht. Prima, dan gaan we het doen. Maar dan weten we ook wie het gaat betalen. Het komt uit een potje wat de VVD heel erg lief is, van het grote bedrijfsleven. Je kijkt naar de multinationals die echt gewoon dikke winst hebben gemaakt, juist ook in de coronatijd. En kun je daar het geld vandaan halen? Ik denk niet dat ze heel erg staan te juichen bij de VVD. Maar goed, we zijn tenslotte wel allemaal eens over het doel wat we willen bereiken. Dat de huren van sociale woningen nu niet omhoog gaan, dat is iets waar zo lang al
vraag naar is. En nu ineens wordt het gedaan. Ja, dat heeft ook wel echt mee te maken dat het verkiezingstijd is. Ook bijvoorbeeld met het onderwijs deze week. Er gaan dan miljarden naartoe. In totaal ruim 8,5 miljard euro uit. Ongekend in aard en in omvang. Dat claimen dan alle partijen als hun succes. Jongens, volgens mij jongens, is het tijd voor een toevallig ontmoetingje. Kom. Toevallig. Heb jij nog iemand gevonden die een boek heeft geschreven deze week? Ja, maar die wilde niet met ons spreken. Oh. Dus ik hoop dat we een toevallige ontmoeting hebben met iemand die met een boek te maken heeft. Ja, want er is wel iemand over wiens partij een boek is geschreven. Dat is 50+. En nou, zie ik daar toevallig iemand in de verte aankomen lopen? Nou. Ja, dat is toch ook. Maar van wie is het boek dan? Ja, het boek is van Geert Dales. Het gaat over 50+. Goeie. En daar is het. Hi. Het nieuwe gezicht van 50+. Ja. Nog niet zo lang, toch? Nee, nog maar heel kort. Vanaf 3 oktober. Geert Dales had het over 10 zetels. Gaat dat lukken voor de 50+? Nou, we staan nu nog steeds op 1 zetel. Steady gewoon. Dus er moeten nog 9 te gaan. Als je kijkt naar het electoraat, dan zou het moeten kunnen. We hebben een heel mooi inhoudelijk programma. Ja. Maar we hebben ook wel een erfenis, en dat kun je ook in het boek lezen, met ons mee te slepen. Dus dat heeft ook even tijd nodig. Henk Krol was toch echt het gezicht van 50+. Ik denk dat ook veel kijkers nu denken, waar is Henk Krol? Ja. Als het over 50+ gaat. Ja. Hoe gaat u... uw gezicht binden aan die partij. Ja, ik probeer mezelf te blijven en dicht bij de inhoud. En ik hoop dat mensen dat aanspreken. Dat was en wel nodig. Bij talkshows zitten. Ja. Toch? Misschien een keer met Xander? Dan zou dat leuk zijn. Ik heb al naast Xander gezeten bij je op 1. Ja, weet je het zeker, Xander? Nee, ik bestrijd dat. Ik vind het heel ongemakkelijk, omdat ik natuurlijk... Ik dacht dat wij elkaar nu voor het eerst ontmoeten. We zaten naast elkaar. Dus ik wil dat... Ja. U denkt nee, ik weet dat echt. Ja, nee, want ik vind Xander knapper dan Joost. Dus ik vind hem ook aantrekkelijker dan Henk Krol. Oh, gelukkig. Ja. Succes. Tot volgende keer. Dankjewel. Leuk u eens te ontmoeten. Ja, leuk hè? Voor de tweede keer. Kom, we lopen verder. Het wordt ongemakkelijk. Nou, we staan hier toch weer op ons vaste plekje eigenlijk, hè? Volgende week, wat staat er te gebeuren in Den Haag? Persconferentie eerst. Over corona, mogelijke versoepelingen per 2 maart. Ik denk de kappers weer open. Kappers open. Middelbare scholen. Avondklok misschien er vanaf. Oké, voorspelling. Nou goed, dan sluiten we af, toch? Nee, sluiten we helemaal niet af. We willen het nog heel even met jou hebben over vorige week. Wat hier gebeurde. Gedoe. Enige opgang tot het ijs van de Hofvijver. Die was kapot getrapt. Wie heeft dat nou precies gedaan? Nee, dat weet ik niet. Hoppelakee. Test jij maar even. Oh. Dit. Ja. Mensen in de problemen. Ze konden er niet meer uitkomen. Oké, dit was rondje Binnenhof nummer 4. Dat bootje ligt er nog wel, meestal de ijs kapot. Daar hebben ze pas het ijs mee kapot gemaakt. Niet mijn schuld. Tot volgende week.